Het was een mooi plaatje. Meer dan 100 historische binnenvaartschepen die zaterdagmiddag de Piershaven van Tilburg binnenvoeren. Nu vullen die schepen de haven voor Tilburg te water. En die schepen komen overal vandaan. IJmuiden. IJmuiden? Ja. En dan komt u in de haven van Tilburg. En wat denkt u dan? Nou, gewoon feest vieren. Het is al 5 jaar geleden dat Tilburg een havenfeest had. En dit weekend is de draad weer opgepakt. Met varend en rijdend erfgoed, muziek, dans, theater, ambachten en een hoop gezelligheid. Dichters geluisterd. Op het water? Op het water. En hoe was dat? Nou, dat was heel apart, want ik ben niet zo'n dicht mens. Ik ken geen enkel gedicht, maar ik vond het wel grappig. Een van de meest gestelde vragen is, wat is water verdienen? De vraag, hoe is dat wonen op zo'n schip? Eigenlijk is het eigenlijk toch wel die zwaarde. Dat is toch wel het, En daar wordt u niet moe van om dat uit te leggen? Ik vind het wel leuk. Ik vind het leuk dat mensen interesse hebben voor mijn hobby. Ik kijk wel naar het oude vakwerk. Daar kijk ik wel naar. Dat interesseert me zoiets. Deze activiteit komt er voor meer komen. Vissen, hè? Ja. Vissen, alleen maar de vissen, ja. Alleen maar voor de vissen als je bordjes kwijt zijn. Ik vind het subliem voor Tilburg dat het zo georganiseerd is. Het is geweldig, ontbreekt er niks. Ik vind het hartstikke leuk. Ja. Meer. Ik vind dit een mooi evenement. Moet ze gewoon elk jaar doen. Het programma is gevuld tot en met zondagavond 8 uur. Waar zijn die zwaarden voor? Om de drift van het schip te voorkomen. Hoe is het wonen op een boot? Heerlijk. Ik heb weer wat geleerd. Ja, graag gedaan. Bedankt. Prettige dag.